Hallo allemaal. Vandaag ga ik de gebogen huid van de vorige video op de onderstructuur vastklinken van de linker en rechter elevator. Oké, ik begin eerst aan de rechterkant. Hier heb ik meteen een fout gemaakt, want ik heb verschillende lengtes van klinknagels nodig. Er zit namelijk een stukje dubbele huid. En als je verschillende diktes of verschillende lengtes van klinknagel nodig hebt, moet je ook je squeezer, dus ook de knijpmachine, op andere diepte instellen. Dat ben ik vergeten, waardoor de langere knipnagels als het ware te ver zijn ingedeukt. Dus dat werd uitboren. Ik heb dat even laten zitten. Ik streep ze dan aan met een pen en dan doe ik later, als ik toch ga boren, ga ik ze allemaal uitboren. Dus dat zul je verderop in het filmpje zien. Nou, nu gewoon de lange spar, alles klinken. En dan is de rechter elevator eigenlijk zo goed als klaar. Uiteraard moet er nog een fairing op, dus aan de zijkant nog een stuk kunststof. Maar dat bewaar ik voor als ik aan de vleugels ook ga beginnen. En de voorkant moet nog gebogen worden, dus de leading edge moet nog gebogen worden. En dan kan die geassembleerd worden samen aan met de linker aan de horizontal stabilizer. Je ziet dat ik af en toe een gauge pak. Dat is een clipje waarbij je kan controleren of de rivets, klinknagels, goed geklonken zijn. Of de onderkant dik genoeg is en breed genoeg is. Ook de andere kant van de rechter elevator. Ik kan de laatste paar rivets kan ik niet doen. Omdat het daar weer te smal wordt voor de squeezer. In ieder geval met die yoke, dus met die back. Helemaal aan het einde doe ik er nog een andere yoke op. Dus een andere back die kleiner is, waardoor ik dus nog net iets verder kan komen. Maar nog steeds de laatste rivet niet kan doen. Ik ga een andere keer kijken of ik dat nog met een bucking bar, een hele dunne bucking bar kan doen. En anders zal ik een popnagel moeten gebruiken. Ik heb al eerder verteld, die zilveren staafjes, dat zijn kliko's. Kliko's zijn dus bedoeld om tijdelijk materialen aan elkaar vast te maken. In dit geval de huid vast te maken op de spar. Je hebt daar een speciale tang voor. Een kliko-tang, die zie je liggen, dat is die blauwe tang. En daarmee kun je ze erin of eruit halen. Dat doe je door te knijpen. En dan knijp je als het ware de veer samen waarmee ze geklemd worden. Hier zie je dat ik uitgeboren. Omdat ik dus drie rivets... Wel een beetje dommig, want ik had het drie keer achter elkaar gedaan. Dus telkens vergeten de knijper een nieuwe stand te geven. Maar ja, dat komt ook omdat je gewoon lekker bezig bent. En dan had ik een machine moeten verzetten. Even meten of alles goed recht is. Nou, dat zag er mooi uit. De linker elevator, eigenlijk helemaal hetzelfde. Zo hetzelfde zelfs dat ik ook daar vergeten ben, terwijl ik ze net uitgeboord had op de rechterkant. Ik ook dit dezelfde fout weer gemaakt aan de linkerkant. Weliswaar maar eentje, dus dat scheelde. Maar toch weer gebeurd. Linker elevator is iets meer werk. En dat komt omdat er een extra sparretje in zit, waar dus die inkeping, waar je hap eruit is voor de trimtap. Ik heb nog even geprobeerd om die trimtap, althans dat sparretje, met normale rivets te doen. Want dat is toch altijd een beetje mijn uitdaging om te kijken of ik alles met normale rivets kan doen. Ook als de plannen zeggen dat niet kan. Maar 9 van de 10 keer kan het ook echt niet. En ook dit ging het niet. En moest ik toch... Kijk, daar probeer ik het. Dus ik probeer aan allerlei kanten die squeezer ertussen te krijgen. Maar ja, het lukt gewoon niet. En uiteindelijk maar besloten om dan toch maar... Ja, hier probeer ik het nog een keer. Ja, kan dat nou echt niet? Nee, dat kan dus echt niet. Plak de plannen erbij. Dat staat duidelijk. Popnagels. Dus, nou ja, dan maar poppen. Ik denk elke keer dat ik slim genoeg ben om... waarschijnlijk 40 jaar ervaring van die mensen bij fans... toch maar even het slimmer te kunnen. Maar dat elke keer... Lukt dat niet?
Ja, ik kwam erachter eigenlijk dat ik al een tijdje niet meer in de handleiding had gekeken. Dus het gaat eigenlijk. Je krijgt natuurlijk toch behoorlijk wat ervaring, waardoor je ja, zoals grote delen gewoon zonder handleiding doet. Maar af en toe pak ik hem dan toch even bij, omdat ik denk, ja, wacht even. Zeker in het begin heb ik een paar keer de mist ingegaan door de handleiding te volgen. Ik denk, dan moet ik even uitkijken, anders dan maak ik wel iets stuk. Maar dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ik plak hier wat, wat plaatjes af, zodat ik de bovenkant van de trimtapje niet rivet. En dat doe ik omdat daar straks de nieuwe pianoscharnier die ik besteld heb, die nog steeds niet binnen is overigens, aan vast moet maken. Nou, hier de laatste popnagels erin. Nou, hier zie je dat ik dus ook de uiteindes ga doen. Dus ik heb nu een andere jook ga ik erop maken. Oh ja, ik probeer het nog even met de oude, maar dat lukt natuurlijk niet. Nou, dan maar een andere jook erop. Je ziet dat ik dat nu aan het doen ben. Deze jook is dunner en heeft maar één. Hij is ook langer trouwens. Hij is een 4 inch ruimte en hij is bovendien heeft hij maar aan één kant een perscilinder. Hetzelfde nu voor de rechterkant. Ik kan er nog 2 extra rivets doen. Dus dat is niet veel, maar goed.